eerste hoekschop. En de tweede helft is voor club. Renier. Goeie bal. En daar is Castillo. En daar is de 0-1. Net voor de 50ste minuut. Noffie Blijs, Nicolas Castillo. Schop al genomen. Refailov. En daar is het 0-2. Foutje van Kozemans. En met nog 30. Et Vasquez derrière le ballon. Attention donc aux phases arrêtées. On va le répéter, mais c'est déjà dangereux. Et c'est dedans. C'est l'ouverture du score. Non, position de hors-jeu. But refusé. Le sourire pour l'Estienne. Et bien voilà. Cet homme-là a pris une décision qui exulte à ne pas subir un but d'entrée. Et bien parce que la position de hors-jeu, on n'en est pas persuadé. Hein. Refailov, de man op wie de overtreding werd begaan, borstelde hem er ook mooi in, netjes over de muur, keurig in de hoek, perfecte trap. Et Vasquez derrière le ballon, attention donc aux phases arrêtées, on va le répéter, mais c'est déjà dangereux, et c'est dedans. C'est l'ouverture du score, non. Position de hors-jeu. But refusé, le sourire pour l'Estienne. Et bien voilà, cet homme-là a pris une décision qui exulte à ne pas subir un but d'entrée. Et bien parce que la position de hors-jeu. Et De Bock qui est venu dédoubler le flanc. Et le centre, il est pas mal. Repoussé. Et Meunier a tenté la reprise acrobatique et ça traîne toujours dans le rectangle. Et maintenant, on réclame une faute là sur Storm. C'est toujours pas terminé. Castillo, et voilà l'ouverture du score. Simons zet aan en scoort 0-1 Club Brugge. Timmy Simons, 9 minuten ver. Biebouw geklopt. Ingetogen blijdschap toch wel bij Predom. Er zal nog wel gediscussieerd worden over deze strafschop. Maar punt. Niet heel veel kan veranderen. Castillo. Oeh, goede bal. En nog gaat hij er niet in. Dan nu. Met Jesper Jorgensen. En ja, dat is dat doelpunt. Of het alles verandert. Een slechte eerste helft. Nieuwe corner is genomen. Hier is Vasquez. En de kopbal met duwen erbij. En dan de goal van Björn Engels. En dan is het mirakel voltrokken. In één helft. Verlies je immers geen wedstrijd. Ook al zag je een paar Anderlecht-spelers die bijna gewonnen wedstrijd tijdens de rust al vieren. De manier waarop ze elkaar opzochten. En Predom leeft weer. En als hij leeft, leeft heel blauw-zwart. Duarte die kopt en dan scoort Björn. Meunier. En het schot in de draai tegen de lat. Zo rap kan het gaan. En dan gaat hij er nog in ook. Doelpunt van Guedos. Ik had het idee dat... Meunier. Hij krijgt de bal daar uit de voeten van Robert Klaassen. En dan komt club met veel volk naar voren. Sobota. De voorzet voor Oulare. Wat een mooie goal. Obi Oulare. En hij verdient het. Meunier. Thomas Meunier met de bal aan de voet. Meunier knijpt naar binnen.
Vázquez. Vázquez voor zijn rechter. Schitterende goal van Victor Vázquez. En daarmee zal hij wel de wedstrijd beslissen, zeker. Mooi aangenomen. Controle gezocht. Rechtervoet. En dan vlam voorbij Darren Keat. Meunier, Sobota, Izquierdo. Oh, nu gaat hij er wel in. Na een fout van Darren Keat, die bal niet kan afstoppen. En de brede glimlach van Michel Preton, omdat zijn Colombiaanse spits dan toch weet te scoren. Ruud Vormer bij de corner. Die komt en volgt op die fase. Simons! Ha! Hij scoort dus een veldgoal, Timmy Simons. Hoe lang is dat geleden? Meestal is het van op de stip. En nu is dit toch wel een ruime marge hoor voor Club Brugge. Thomas Meunier met een lange ren. Ingespeeld voor Sobota. Ze krijgen er niet genoeg van. Club Izquierdo! En 5-0! De invaller Fernando Menegazzo. Het is nog niet afgelopen. Ze maken. Na iets meer dan 6 minuten balmonopolie voor Club Brugge. Guedos geeft die vrij strak en hij gaat erin via Björn Engels. Uitgerekend Björn Engels, die zijn eerste competitiedoelpunt ooit hier in het Albert Park Stadion scoorde vorig seizoen. Op een strakke corner van Felipe Guedos. ...70 minuten gespeeld. Berrier staat in de weg van Felipe Guedos. Die schildert hem dicht bij het doel. En daar is de goal opnieuw. Björn Engels. 2-2. Het is zijn stadion. Bij 3 goals betrokken. En nu heeft hij er ook 3. Timmy Simons. De vaste strafschopnemer bij Club Brugge. Oog in oog met Kawashima. Daar komt Simons. Feilloos. Zoals bijna altijd. Timmy Simons voor zijn tweede. Hij miste er eentje in de Brugse mette. Maar in de competitie tot dusver succesvol. En ook nu op dezelfde manier. In dezelfde hoek. En balletje rondspelen en freewheelen voor Club Brugge in de slotfase van de wedstrijd. Castillo, Refailov. Castillo kan nog aanzetten. Castillo voor de 3-0. Door het hart van de verdediging. En zo wordt het toch nog een afgetekende zege voor Club Brugge. Nicolas Castillo. Zijn 4e van het seizoen. En hij wordt daarmee samen met Timmy Simons topschutter van de Club Brugge. De 3 punten waren al binnen en dan loopt het natuurlijk vlot op het einde van de wedstrijd. Castillo kan zich doorzetten en Kawashima is geklopt. Eindstand in deze wedstrijd. De Sutter dan en Vázquez met opnieuw een diepe bal voor Izquierdo. Izquierdo op dribbel, vaardig en goal! José Izquierdo na nog geen 4 minuten voetballen. Club Brugge op voorsprong, Copa geklopt. Nadrukkelijk die linkerkant. Na de uitsluiting van Galicios. Guedos! Oh, die bal gaat erin! En dat is een bal die Copa altijd moet hebben, maar dus niet heeft. Een zwabberbal. En 1-2 voor Club Brugge. Guedos staat er pakweg 5 minuten op. De Braziliaan hard met zijn rechter en Copa moet hij altijd hebben die bal. Een pijnlijke misser. Met een geweldige spurt houdt die bal nog binnen. Victor Vázquez, de spurtende man voorin bij Club Brugge is Refailov. Daar komt die bal.
Geen buitenspel. Rafaelov voorbij Coppa. En 1-3. Over en uit. In de toegevoegde tijd is het gedaan. En kan Predom zijn vreugde de vrije loop laten. Heeft hij het Brugse antwoord bij hier? De Sutter! Alsjeblieft, dank u wel. Uitstekende voorzet van Thomas Meunier. Vanuit de zon duikt hij op in zijn 100ste wedstrijd in de Jupiler Pro League. En wat een prachtige voorzet op de knikker. Die gelijkmaker leek Brugge er overheen te gaan bij AA Gent. Maar het evenwicht is ondertussen hersteld. We zitten een minuut of twee van de rust met een corner van Gedoff. Evenwicht op het veld opnieuw. Maar het is erop en erover geworden. 44ste minuut. En opnieuw Tom de Sutter. Mats zelfs kansloos op die harde volley. De bal. Zes minuten ver. Hier komt Club Brugge. Uitvallende bal voor Simon Somar. Castillo. Schieten. Oh la 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 la. Nico Castillo. Wat een uithaal. En dan is de eerste bal tussen de palen meteen raak. En zo bedank je dan voor het vertrouwen. Goede invalbeurt ook in Kopenhagen. In leuke omstandigheden. Want toen was het al 0-3 bij de rust. Maar Timmy Simons, hoppakee, 2-0. Zijn statistiek. Vasquez en Duarte, 3-0. Meunier, sterk. Wat speelt hij? Een uitstekende wedstrijd. Thomas Meunier zelf. Rafaelo, goal van Castillo. Opnieuw een mooie aanval van Club Brugge. De schaap. Izquierdo komt er toch nog eentje bij. Jawel. Castillo heeft zijn derde te pakken.